Dinsdag 29 januari hield Onis Jongerenwerk op Sportpark Het Rood in Asten een bijzondere activiteit. Op het veld van NEC werd een voetbalwedstrijd gespeeld tussen een team van hangjongeren en een team van de politie. De politie won deze sportieve wedstrijd met 4-2. Selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole up bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. Ja. Wat vindt u van de wedstrijd? Hoe is het gegaan? Nou, het was een hele sportieve wedstrijd. Uiteindelijk hebben we gelukkig toch nog gewonnen. Ik denk dat de kwaliteit uiteindelijk op conditie lag. Maar het was een leuke wedstrijd en ik denk dat het een mooi samen zijn was zo. Dus het was geen risicowedstrijd? Nee, zeker niet. Nee, het ging op een hele sportieve manier met elkaar. En een beetje sportieve strijd hoort er altijd bij. Hè. En iedereen van de politie die wou wel meedoen? Nou, merendeels wilde toch meedoen, want het was toch een mooi gemengd team dat we konden opstellen. En ja, dat is alleen maar mooi voor de sportiviteit zo. En de jongeren die spoorden ook spontaan aan om mee te doen? Ja, die hebben geïnformeerd en die waren eigenlijk heel enthousiast in het begin al gelijk. Dus vandaar dat we zo'n mooie wedstrijd konden regelen. Wel een goed initiatief. Ja, en ik hoop ook zeker dat we een vervolg erop gaan krijgen. Want daar moeten we zeker voor zetten, denk ik, om deze informele manier met elkaar om te gaan. Zo. Roos Mauer van Onis, vanavond is een mooie wedstrijd gespeeld. Ja. Politie en jongeren, hangjongeren van Assen. Hoe is het initiatief tot stand gekomen? Het initiatief stand is van de buurtsportcoach. Ik ben een buurtsportcoach van Onis Welzijn. En samen met NWC, waar ook twee buurtsportcoaches actief zijn, hebben wij dit opgezet. En het zijn hangjongeren, of hoe moeten we die noemen? Ik ben ook de jongerenwerker uit van Onis Welzijn van Assen Zomeren. En de jongeren, ik ben ook straathoekwerker. Dus de jongeren zie ik op straat altijd hangen. En die wilden zelf heel graag voetballen tegen de politie. Dus zo is dat tot stand gekomen. Dus je bent gewoon naar de straat overgegaan en je hebt de jongeren aangesproken en deden spontaan mee? Ja, en ze gingen ook spontaan een team bij elkaar zetten. Dus het was dus een mooie wedstrijd. En de uitslag is? Ja, 4-2 voor de politie. Maar komt goed. Krijgt dit nog een vervolg? Wordt het nog vaker gedaan? Absoluut. We willen het in de zomer nog een keer doen. En dan mogen ze revanche nemen. Onze jongeren.